De Stichting Foundation for Education and Humanity organiseerde gisteren een project getiteld Kerst met kinderen uit de huizen 2016. 125 kinderen van 6 verschillende kindertehuizen kregen in Stichting De Olifant een cadeau afkomstig van sociaal voelende Surinamers. De kinderen uit de tehuizen Hart, Ramot, Het Parelhuis, Tiltil, Elim van de Heer, Stichting Koningskind en Lobby Peking hebben gisteren een onvergetelijke dag mogen ervaren. De kinderen zijn bezig gehouden met verschillende spelletjes, ook konden ze genieten van een hapje en een drankje. Volgens Diego Russel, voorzitter van de Stichting Foundation for Education and Humanity, is het doel van het project de kinderen een kerstgevoel te geven. Russel geeft verder aan dat het project niet nieuw is. Het is de 7e editie. De stichting is wel nieuw. We hebben hem dus dit jaar onder een stichtingnaam gedaan. En wat we dus doen is dat we dus elk jaar kerst met kinderen uit de huizen houden. En het project houdt niets anders in dat die kinderen in september een kerstkaart mogen maken en daarop hun kerstwens mogen, kenbaar mogen maken. Volgens Russel zijn de kerstkaarten verdeeld onder 33 sociaal voelende Surinamers, die de kerstwensen van 125 kinderen in vervulling hebben doen gaan. De voorzitter van de foundation zegt dat zij ook door enkele bedrijven zijn ondersteund. Ja, er zijn een aantal bedrijven die financieel hebben gedoneerd. Er zijn ook bedrijven die gewoon producten hebben gedoneerd om het geheel te compleet te maken. Grasselco is een van onze grootste sponsors die financieel hebben gedoneerd. En daarnaast hebben we ook nog CIC. En er is ook nog een ander bedrijf, maar die wens liever niet genoemd te worden. Diego Russel, voorzitter van de Stichting Foundation for Education and Humanity. Hij sprak gisteren tijdens het project Kerst met kinderen uit de huizen 2016. Dit project is gehouden in de Stichting Olifant.